Een hele goede middag iedereen. We gaan vandaag weer rond onze vuur even vieren. En vandaag gaat het over onze Beltane vuur. Heel erg leuk om jullie allemaal te zien. Misschien zie ik jullie ook morgen. Wie weet. Ik wil beginnen. Ik was inderdaad net een beetje aan het sharing screen. Kijk. En ik heb ontdekt dat ik zowel jullie kunnen volgen als een PowerPoint. Dus daar was ik eventjes bezig om even te oefenen. Maar ik weet niet of wie wil eerst gaan. Ik heb wel inderdaad een kleine presentatie. Dus als jullie dat leuk vinden, dan I'll go with the kick-off. Round the Beltane Fire. Een van de meest bekende Beltane gedichten binnen onze Wicca-wereld is van Dorian Valiente. En ik dacht, ik wil dit aan jullie... Dit is een Beltane poem. En inderdaad, mensen die met Wicca bezig zijn, de naam Dorian Valiente is gewoon voor jullie niet onbekend. Maar andere mensen hebben misschien deze Beltane poem van Dorian nooit gehoord of gezien. Dus daarom heb ik het hier gedaan. Aan het einde staat ook een hele mooie chant. En dat is heel leuk als je echt een Beltane cirkel wil gaan vieren. So stel je voor dat we in de cirkel staan. Friends that in the circle stand, heart to heart and hand to hand, bringing Beltane to the land, let the sleeper awake. May the flame of Beltane burn, may the old ones now return, may we of their magic learn, let the sleeper awake. Let the streams and fields be pure, earth and sky be clear, clean once more. Love and laughter may endure, let the sleeper awake. Forest spreading, fires burning, when the pagan fires are burning. Now the inner light desiring, let the sleeper awake. May the ladies touch again, rest upon the barren plain. With the sunshine and the rain, let the sleeper awake. Beltane magic, here we sing, chant the rune and dance the ring. Joy and blessing shall it bring, let the sleeper awake. En als je het leuk vindt, gaan we nog even de chant een paar keer doen. Jullie kunnen ook samen chanten. Beltane magic, here we sing, chant the rune and dance the ring. Joy and blessing shall it bring, let the sleeper awake. Beltane magic, here we sing, chant the rune and dance the ring. Joy and blessing shall it bring, let the sleeper awake. Beltane magic, here we sing, chant the rune and dance the ring. Joy and blessing shall it bring, let the sleeper awake. Blessed be. Zo, tot zover Beltane. Maar we hebben natuurlijk ook andere momenten. Hebben jullie iets die bijvoorbeeld, we hebben binnenkort ook volle maan. Die is op dinsdag. Dus we hebben twee feesten op dit moment. Twee momenten waar we samenkomen. Volle maan en Beltane. Maar misschien hebben jullie iets anders. Ik weet dat Jiske wel iets wil delen. Dus ik zou zeggen, Jiske, please go ahead. Zo, kunnen jullie het nu zien? Ja, fantastisch. Hartstikke goed. Ah, ja. Mooi. Oké, okay, nou, ik wilde iets vertellen over de Kallemooi-traditie op Schiermonnikoog. En omdat het altijd wel leuk is om wat lokale tradities te delen. En ik vind hier eigenlijk nooit zo bijzonder veel in Groningen. Maar nou, hiervan dacht ik van, oh, ik heb ook eens iets lokaals gevonden.
En ik vroeg dus aan Morgana van, is er ooit al eens verteld over de Kalamoi-traditie? Nou, zij kenden het nog niet, dus ik grijp mijn kans. Oké. Nou, hier zien jullie even iets over de ligging van Schiermonnikoog. Dit is namelijk een van de Waddeneilanden. En zoals jullie zien, die Waddeneilanden die beginnen dus eigenlijk bij Nederland, maar die strekken zich helemaal langs de kust uit, voor Duitsland langs en helemaal tot Denemarken. En waarom ik dat even wil laten zien, is omdat er een heel sterk vermoeden is dat op Schiermonnikoog vroeger de Vikingen zich gemengd hebben met de daar al wonende Friezen. En dat is voor de rest van het verhaal even goed om te onthouden. En je ziet ook bij het inzetje dat Schiermonnikoog is maar een heel klein stukje bewoond. En verder is het allemaal nationaal park. Omdat er maar zo weinig bewoning was, is het ook heel lang, bot gezegd, niet interessant geweest voor Nederland. En daardoor hebben zich daar hele eigen tradities kunnen ontwikkelen. Nou, dan ga ik iets vertellen over de Kalamoi. Maar wat is dat dan? Daar zijn vier verklaringen voor. Het Oud-Fries en het Oud-Engels zijn heel sterk verwante talen. En zelfs nu in moderne tijd is Fries nog steeds de taal die het meest aan Engels verwant is. Dus Kaldemey zou met die Kalamoi te maken kunnen hebben. Maar de tweede optie die jullie zien staan, nou jongens, ja, nou ga ik nat, want ik ken dus geen Fries. Tenminste, ik versta het, maar ik spreek het niet. Dus ik heb geen idee hoe ik dit goed uitspreek. Maar er zal iets staan van Kalamai Bim. En dat is letterlijk de kale meiboom. Maar dan precies in het Fries wat op Schiermonnikoog gesproken wordt. En de derde, de Kalamai, dat is weer een Noorse stam. En zou betekenen roep mij of roep mij aan of roep mij naar mij toe. En dan die Galusmei, die er ook nog mee te maken zou kunnen hebben. Dat is weer van een Germaanse stam. En dat zou te maken hebben met Gallus haan. Haan in mei. En wat die haan ermee te maken heeft, daar komen we straks eventjes aan. Dus allemaal verklaringen, omdat niemand het helemaal precies weet waar dat Kalamoi nou vandaan komt. Omdat het redelijk uniek is voor Schiermonnikoog. Nou. We zien hier de Kalamoi-commissie. Dit is een oude foto, maar die linten die zijn groen met wit. En daarnaast zien jullie de meiboom, die in de Kalamoi-stijl weer net wat anders wordt opgezet. Die meiboom wordt altijd opgezet de zaterdag voor Pinksteren en wordt verankerd in vier windrichtingen door die commissie. En bovenin zien jullie daar een groene tak, net als in de meibomen natuurlijk. En twee kruiken en een rood-wit-blauwe vlag. En volgens sommige bronnen was dat vroeger een rood met witte vlag. Wat natuurlijk weer aan Beltane doet denken. En een grote mand. En in die mand zit een haan. En daar vertel ik straks even wat meer over. Dat verankeren in vier windrichtingen, dat wordt heel precies gedaan. En dat zou volgens meerdere bronnen een verwijzing zijn naar de vier windrichtingen waarin de levensboom Yggdrasil door 4x3 dwergen verankerd wordt. En daar komen die Vikingen weer om de hoek. En de kruiken, die zie je aan de dwarsstak hangen waar die hanemand in zit. Ja, als je ze nu vraagt, dan zeggen ze, oh, dat is gewoon lekker feesten, feestsymbool, feestpartijtje. Maar ook daar zijn aanwijzingen voor dat dat toch te maken heeft met een voormalig offer aan de goden. Nou, iets over die haan. Die commissie waar ik het net over had, en waarvan je daar ook een persoon ziet staan met zijn linten om zijn hoed, die wijzen vooraf enkele jongens aan om een haan te stelen. Die haan is een vruchtbaarheidssymbool. En door hem te stelen, komt het oude Germaanse geloof terug dat daarmee magische krachten aan de haan worden toegevoegd. Dat stelen, dat heeft ook echt een betekenis. Er zijn ook bij de oude Germaanse religies dat bruiden gestolen konden worden en dan niet meer teruggepakt mochten worden. Er wordt gesuggereerd dat die jongens die aangewezen worden, dat een mogelijk een overgangsrite zou kunnen zijn.
dat ze daarmee als het ware op de proef worden gesteld voor de volwassenheid. Want het gaat altijd om jongens tegen en rond de puberteit. En vaak ook de jongens die ooit zijn aangewezen om de haan te stelen, zijn ook vaak degene die later als man in die kallemooi-commissie komen. Dus daar heeft dus mogelijk weer een overgangsritueel mee te maken. Als die haan gestolen is, dan gaat hij 3 dagen in die mast. Je kan je voorstellen dat er behoorlijk wat protesten zijn vanuit de dierenbescherming. Daar zijn door de jaren heen ook meerdere protesten geweest. En er zijn zelfs rechtszaken geweest die tot nu toe iedere keer verloren zijn. Maar waardoor wel de ruimte waarin de haan zit steeds ruimer is geworden. En vroeger werd er een geweekt brood meegegeven. En tegenwoordig moet er ook een drinkflesje en losgaanvoer en een webcam in de mand. Ik heb vroeger dierententoonstellingen gedaan en dan zag ik hanen en kippen dagenlang in een veel kleiner hokje zitten dan dit. Maar ja, goed, ik snap de protesten, maar ik hou me even verre van de consequenties daarvan. Als die haan daar 3 dagen in zit, die 3 dagen dat kallemooi duurt, zou die de eilanders moeten beschermen tegen onheil, terwijl zij aan het feesten zijn. Zij zijn dan minder alert. En door hoog in de mast te zitten, zou de haan moeten kraaien als de Noormannen komen. Zo wordt er gezegd. Wordt nog een beetje half grappend gezegd, maar wie weet wat daar dus nog voor achtergrond achter zit. Want niet, volgens de Noorse traditie zat bovenin Yggdrasil toch immers ook een haan om de goden te waarschuwen voor onraad. Dus ook daar denk ik toch weer wat Viking-verwijzingen te zien. En nog even een kleine knipoog, klein zijsprongetje. In 1972 kregen ze het niet voor elkaar om een haan te stelen, omdat toen alle boeren er te veel op bedacht waren. Toen zijn ze per boot overgestoken naar het naastgelegen Ameland. Hebben daar een haan gestolen. De Amelanders waren volkomen verrast, overvallen. Die hadden geen idee wat er gebeurde. Ze hebben de haan 3 dagen later netjes teruggebracht en hebben daar een rondje gedronken met de burgemeester en de eigenaar van de haan. Er zijn een heleboel festiviteiten rondom dat kallemooi. Het allereerste, zodra die haan omhoog gehesen is in die enorm hoge kallemooiboom, meiboom, dan komt er een bal. En dat bal, dat wordt aangekleed als een kippenhok, een kippenren. De mannen moeten daar kraaien en de vrouwen moeten tokkelen. En vroeger waren zelfs alleen mannen toegestaan op dat bal. En zij moesten dan net zo lang dat bal gaande houden, totdat 's morgens de haan kraaide. Als de haan gekraaid had, dan moesten ze eieren gaan zoeken op het eiland, meeuweneieren. En die moesten ze mee naar huis nemen als vruchtbaarheidssymbool aan de vrouwen aanbieden. En dan samen als ontbijt nuttigen. Ik zal straks in de chat nog even een link delen. Ik heb een pagina gevonden met menu's met traditioneel meieten. Het is wel Engels, want het is uit de UK. Maar meeuweneieren worden daarin geroemd om hun smaak. En ik heb er dus ook recepten van gevonden. Daarna, als dus die tweede dag, die volwassenen, ja, die zijn daar natuurlijk helemaal totaal los. Die ze hebben de nacht doorgehaald. Die gaan waarschijnlijk even slapen en dan worden 's middags wordt er een kermis voorbereid, want de derde dag is voor de kinderen. Ze noemen dat Pinkster 3. Volgens mij wordt er ook nergens anders een derde Pinksterdag gevierd, maar op Schiermonnikoog heb je een Pinkster 3. En dan worden er Oud-Hollandse Spelen worden daar gedaan en de kinderen kunnen daar ook prijsjes winnen. En er wordt gezegd, ik weet niet of dat nog zo is, maar er wordt gezegd dat er net zo lang doorgegaan wordt totdat alle kinderen ook iets gewonnen hebben. En dan eindigt de dag met de ommegang. En daar heb ik een foto van bijgeplaatst. Dat is dus op de avond van de derde dag. Dan wordt er een rondrit gedaan over Schiermonnikoog op boerenwagens met paarden. Die paarden worden vooraf gezegend. En men gaat langs de gewassen van de boeren en langs de gronden waar ook nog gezaaid moet worden. En de vruchtbaarheid wordt dan over het gewas afgesmeekt. Als dat allemaal gedaan is
en men terugkomt in het centrum van het dorp, dan wordt de paal neergehaald en dan wordt de haan teruggegeven aan de eigenaar. In 1972 moest men dus toen nog even naar Ameland, maar in principe zit dat op Schiermonnikoog. En dan is de kalmmooi weer voor een jaar voorbij. Bedankt. Wauw, dat is fantastisch, Jiska. Ongelooflijk leuk. Dankjewel, Jiska. Ja, dat is echt heel erg mooi. Maar je ziet inderdaad ook bepaalde taalgebruik. Maar ja, langzaamaan worden ook tradities. Ik weet dat in België ook iets wordt gevierd in de zomer met een kat. Hoog in, ook in een soort mandje. Dus daar komen allerlei dierenactivisten ook op af. Dus soms worden tradities natuurlijk ook net een beetje aangepast. Net wat jij zei, Jiska, met een webcam. Dat is ongelooflijk. Maar heel erg mooi. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb de link inmiddels in de chat gezet met die seizoensmenu's. Ja. Nou, ik weet zeker dat we dit verhaal van jou zeker in onze Pagan World willen opnemen. On de PFI newsletter. Dat zal zeker leuk zijn. Dus laat het niet verdwijnen. We nemen met jou contact op verder. Ja. mooi. Wie wil de volgende zijn? Ik weet dat Soleil iets wil delen. Iets heel leuks. Dus... Soleil, aan jou het woord. Ja, ik ga hem. Ik heb sinds een jaar ongeveer bewoners in mijn tuin. En die zag ik maar niet. Ik zag wel de sporen. En soms van binnenuit het geluid. En ik zette pakjes neer met eten. En die waren dan leeg. Dus daar leeft het ook natuurlijk, hè, in de tuin. En toen heb ik er een camera neergezet, want ik wilde daar iets meer van weten. En sindsdien heb ik echt ook meer contact. Ik heb nog steeds niet gezegd waar het over gaat, maar dat blijft ook nog heel even verandering. Maar is mijn tuin ook veel levendiger geworden? Want nu zie ik wat er gebeurt. En er blijkt veel meer te gebeuren dan ik ooit had verwacht. Dus ik heb die camera elke morgen, kijk ik het af. Dan zie ik weer iets moois. En wat mij helemaal opvalt is, rond volle maan is het drukker. En komt het vaker voor. Dus ik ga met jullie een filmpje delen. Want vannacht was het namelijk egelfeest. Het is de eerste nacht dat er minimaal 2 egeltjes druk in de weer waren. Schuifel, schuifel, snuif, snuif. Op het filmpje is er maar 1. Maar het geeft wel een beetje de sfeer. Hoi hoi, de sfeer weer. En ook dat het niet alleen egeltjes zijn. Zien jullie hem nu? Ik hoor niks. Zien jullie mijn filmpje? Ja. Ja. Duurt maar heel kort. Ik zal nog een keertje afdraaien. Je ziet de maan midden in beeld, bovenaan. Die 2 lampen links zijn echt gewoon lampen. En het egeltje komt erin en dan komt er ook nog even een kat kijken. Dat is het, maar want je kan natuurlijk niet alles, niet alles wordt opgenomen. Maar ik vind het fijn om te bedenken dat mijn tuin ook een levend wezen is. Ja. Waar allerlei dingen gebeuren en zich allerlei avonturen afspreken. Wat leuk, Soleil. Hoe heb je dat met een telefoon of hoe heb je dat opgenomen? Nou, ik heb een deurbel die via Ring gaat, dus met camera en alles. En daar kun je allerlei dingen op aansluiten. Okay. En er zijn natuurlijk security camera's. Want je moet natuurlijk weten wie er allemaal wel niet het slecht hebben
voor hebben met jou. Nou, zo ben ik niet. Want mijn huis is goed beveiligd. Maar als ik dat ding dus op de grond zet. En gewoon in een hoekje. Dan pakt hij dus dat wat er op de grond gebeurt. Zo. En dat zijn egeltjes en eksters en roodbosjes en katten. Heel katten. En egeltjes. En egeltjes, ja. Nou, het is fantastisch. Het is echt een soort infrarood. Het is een soort David Attenborough. Heel erg mooi. En vooral die volle maan daar. Dat is echt een perfecte opname. Hè? Het is, mooi, hè? Ja, heel erg mooi. Dus we zullen dat zeker een keertje... Als jij dat ook leuk vindt, ook ergens vastleggen. Want ik vind het echt zo'n een mooi stukje. Hartstikke bedankt voor het delen. Had je trouwens gedichten voorbereid? Want jij hebt meestal ook mooie gedichten en planten. Of, Nee, dit keer was het het egeltje. De volgende keer weer wat anders. Ja, natuurlijk. Nou, dus heel erg mooi. Zo. Wie heeft de volgende? Ik heb een liedje uitgezocht. Het is een kanon die ik op een Brits pekenkampje geleerd heb. Maar ik kwam het ook op YouTube tegen. Dat wil ik graag aan jullie laten horen. Het is een heel oud lied. Het heet Summer Is Coming In. Het is een 13e eeuws Engelse traditional. En dit is dan de complexe versie. Summer is coming in. Ja. Hier is de link. Ha. Ja, heel erg mooi. Ja, dat is echt een beetje uit de Engelse hoek. Maar ontzettend leuk, ja. Ja. Ja, meer vikingen, hè? Nou, het is vaak zie je ook in Cornwall ook bepaalde teksten en doet ook denken, maar ja, soms denk je van Lancashire, dat is ook veel invloed uit Denemarken, Jutland. Dus echt de Lancashire roots. Leuk, fijn. Nou, ik heb van P. de Haas. Zo, dit is van... Ik vertelde net, we gaan over een paar dagen grasmaand vieren. In Nederland is dat inderdaad van de agricultural landbouwjaar. En daar zitten in veel almanaks inderdaad die Nederlandse namen voor de bepaalde maanden. We hebben verleden keer ook over sprokkelmaand en luiermaand gehad. En nu hebben we inderdaad rond eind april, begin mei, grasmaand. En op dinsdag
27 april is inderdaad de volle grasmaand. Grasmaand wil ons graag verblijden met een staal van alle jaargetijden. Nu eens wordt voor ons uitgespreid een wit en smetteloos sneeuwtapijt. Dan gaan we fietsen zonder jas, sneeuwplukjes liggen nog in het gras. Er zijn ook lente- en herfstdagen, dan pril en kil, dan stormvlagen. In het algemeen wil het nog niet, het zijn donkere wolken die jij ziet. Een dag straalt gul de zonnelamp, des avonds rijst een kille damp. Vooral toont veel de avondstond, een wolkbank aan de horizon, die de andere morgen aan het ontbijt de ganse hemel overspreidt. Houd sneeuw en hagel op met zegenen, dan meet het nog geducht gaan regenen. April heeft wel een raar humeur, maar mei stelt toch veel meer teleur. Deze zijn inderdaad, we hebben in Pagan World, ik heb een serie, ik ben met een serie gestart van alle jaargetijden met allerlei verschillende spreuken van de maanden. Dus daar heb ik de link erbij gezegd. Helaas moet je wel een PFI lid zijn om dit allemaal te kunnen lezen. Maar goed, dat is een reden om, om lid te worden van PFI. Maar dat is inderdaad grasmaand. Ik had iets anders voor... grasmaand is... het leuke is natuurlijk, het zegt het ook, grasmaand is ook de maand waarin, wanneer de koeien weer gaan de wei in. En ze maken een speciaal dansje, heel bekend. En ik zat een keertje te denken, wat is dat nou met koeien? En ik heb ooit, ik volg natuurlijk de manen. En voor grasmaand begon ik ook te denken van, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, en hoe zit het met een koe? En wat doet een koe om gewoon die lekkere grasboten te kunnen produceren van melk? Die wordt, is eigenlijk een resultaat van het hele zachte, mooi groen, nieuwe gras. En toen begon ik ook te denken van wat betekent, hoe gaat van dat mooie groene lentegras, hoe wordt dat inderdaad grasboten? Het gaat in een hele procedure, zou je kunnen zeggen. En een van de dingen waar koeien heel erg bekend voor zijn, is dat ze meerdere magen hebben. En als ze hebben gegeten, gaan ze gewoon zitten. Dan gaan ze herkauwen. En ik dacht, wat is dat herkauwen? We gaan vaak denken van, we gaan over bepaalde dingen denken. We are chewing over things. En in het Latijn heet dat rumination. Rumination, dat we gaan inderdaad echt over de dingen nadenken. En dat is wel grappig dat we dat juist in deze tijd van het jaar doen. Maar vaak gaan we vergeten dat hele stukje van herkauwen. Hoe gaan we over de dingen nadenken? Toevallig, hoe kan het ook anders zijn? Ik ben heks. Ja. Ja, toen was ik bezig van wat is rumination? Wat houdt dat allemaal in? En ja hoor, ik vond een hele mooi gedicht van Rumi. Dus dat wil ik eventjes ook aan jullie delen. Dus Rumi is ook bekend als onze muse. Die heeft heel veel wijsheden. Deze is een vertaling in het Engels. We are there. I am part of the load, not rightly balanced. I drop off in the grass like the old cave sleepers to browse wherever I fall. For hundreds of thousands of years, I have been dust grains floating and flying in the will of the air, often forgetting ever being in that state. But in sleep, I migrate back. I spring loose from the four-branch time and space cross this waiting room. I walk into a huge pasture. I nurse the milk of millennia. Everyone does this in different ways, knowing that conscious decisions and personal memory are much too small a place to live. Every human being streams at night into the loving nowhere or during the day in some absorbing work. Rumination.
That's what you can all do on Tuesday the 27th, ruminate. wat zijn jullie trouwens ideeën over dat herkauwen? Hoe belangrijk is het voor jullie? Heb je daar ooit aan gedacht? Of is het ook een ja, deel van het hele... ja, ik zeg altijd een soort ja, ontwikkeling van hoe ga je inderdaad bepaalde dingen echt inderdaad over nadenken. Wat is voor jullie, waar gaan jullie over ruminating, herkauwen? Enig ideeën? Hoe ervaar jij dat, Astrid? Ja, ik ben therapeute, dus bij mij komen heel veel mensen herkauwen. Dus voor mij is dat, ja, voor mij is dat mijn dagelijkse kost eigenlijk. Voor de rest zijn het altijd mijn klanten die voor mij hun verhaal komen herkauwen en dan meer inzicht te krijgen in de problemen dat erachter zitten en het ontstaan ervan. Ja, ja, exact. Ja, digesting. En het heeft alles te maken. Ik denk, hoe vaak je hoort van mensen die hebben maagproblemen of ulcers of wat dan ook. Alles met inderdaad het feit dat we minder goed gaan kauwen. Dat we ook inderdaad bepaalde dingen overslaan. Bepaalde dingen van het hele, zeg maar, hoe je dingen gaat doen. Als je bepaalde stappen overslaan, dan is het hele proces niet voltooid. En ik weet, in spiritual alchemy heb je ook hele duidelijk fases. En de fase inderdaad van herkauwen is inderdaad vaak een fase die we echt overslaan. Omdat we te snel eten, te snel verder willen met onze leven. En dan ga rennen. En dan zie je dat mensen inderdaad indigestion kregen. Dus he says sometimes if you're not at ease, you have dis-ease. Maar if you don't digest, you get indigestion. Dat zijn ook van die momenten waar ik denk, en wat doen de mensen? Gaan ze gewoon milk of magnesia? Dat vind ik ook zo leuk. Ga je melk met melk, maar in dit geval milk of magnesia. Dat was een hele bekende Engelse. En nog steeds trouwens, als je een beetje... heartburn hebt of indigestion, dan neem je een beetje milk en magnesia om het allemaal weer, ja, is een antiacid. Ik vind het wel grappig, omdat waar ik me dit jaar eigenlijk met Beltane een beetje op aan het richten ben, is op het verwantschap tussen Beltane en Samhain, zo in. Ja, ja. Omdat die twee feesten natuurlijk tegenover elkaar liggen op het jaarwiel. En je ziet natuurlijk aan de ene kant, wat jij nu net zegt, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg grappig, dat je inderdaad zegt, Samhain is het soort van herkauwen van dingen, terwijl dat zo in het herinneren van dingen is. En ja. Waarbij je met zoen dus echt teruggaat naar het stukje voorouders en echt ver terug in de tijd, klinkt het een beetje alsof dan Beltane het tegenovergestelde feest is, waarbij je juist op het korte verleden richt, zeg maar. Op hè, de dingen die je de afgelopen... paar maanden al gezaaid hebt, maar niet in de zin van, hè, dat gaan we oogsten, want dat komt dan wel nog met Lugnasad en met Soen, terwijl dat nu eigenlijk je, ja, met Beltane ook eigenlijk al een soort van voorschotje opneemt. Ja, ja. Ja, het is ook een deel inderdaad van de hele processen bij het landbouwen, dat je gewoon af en toe moet wieden. Volgende maand is inderdaad planting moon. En mensen zeggen, ja, maar je gaat planten in januari. Nee, dat is zaaimand. Planting is echt van die hele kleine zaailing, die worden nu op het land gezet. Of vanuit de glashuizen, de greenhouse, naar buiten gebracht. Maar dat is ook, als het niet goed in de aarde is geworteld, dan heeft hij ook geen, of zij, kans van leven. Dus dat herkauwen is ook inderdaad van hoe ga je echt goed wortelen. En ik vind het altijd zo leuk om inderdaad de koeien echt een dansje te zien. Het is echt, er zijn op YouTube clips van de koeien die gaan de weide in. Die snakken echt naar nieuwe groen gras. En dat doen wij ook natuurlijk. We zijn heel erg blij om weer buiten te kunnen zijn. Maar
nogmaals, als we bepaalde fases overslaan, dan kom je heel gauw tot disease. Ja. Had iemand iets anders die we delen? We benaderen al gauw weer het einde van onze uurtje. Als jullie het leuk vinden, heb ik nog wel een paar foto's van de bomen die hier vol in de bloesem staan. Ja, absoluut. Ja. Oké. Even kijken, dan moet ik die... Wat zo leuk is, die uitbundigheid. Ga dus dan door, Jochem. Die uitbundigheid van die bloesem, die lijkt natuurlijk een doel op zich. Maar dat is het niet. Het is een fase naar die uiteindelijke oogst toe. En ik vind het zo leuk dat het ons ook wijst op het in het hier en nu zijn. Ja. Ik heb geen idee wat voor boom dit is, maar het heeft hele mooie witte bloemetjes. Wacht even, dat is magnolia? Ja, dit is mijn tulpenboom. Wacht even. Is dat hawthorn? Ik kan niet zien. Nee, het is... Je staat op mute, Soleil. Het is geen hawthorn. Nee, geen meedoorn. Oké. Maar wat is het dan? Ja, precies, goede vraag. We hebben geen idee. Nee. En dit is inderdaad magnolia? Ja. Ja, natuurlijk gaan de appelbomen. Het is geen appelboom. Nee, het is een... Het is een perenboom. Van magnolia je kan zo'n ontzettend lekkere siroop maken en je kan de blaadjes door je salades verwerken. De blaadjes van de bloemetjes of de groene blaadjes? Ontzettend lekker, vind ik. Oh, wat leuk. Een beetje een gemberachtig smaakje. Ah, kijk aan. Het geeft rust als je het in thee of in salade verwerkt. Het geeft rust en het helpt met luchtwegklachten. Mm. Tot zover de groene kruidenheks. Dit is dus de perenboom. Daar zaten vorig jaar heel veel peren aan. Maar ik had wat laat door dat je bij deze perenboom in ieder geval... Want dit worden stoofperen. Dat je ze relatief vroeg moet plukken als ze nog niet helemaal rijp zijn. Dus ik zat braaf te wachten tot ze rijp waren. En toen... waren alle vogels mij voor en zaten ze aan de boom te rotten. Dus aan het eind had ik één peer. Ja, en dit is gewoon... Vogels. Oh ja, kijk. Ja, precies. Ja. Een bakje met viooltjes. Ja, dat leuk. Dat ik van mijn vriendin kreeg. Oh ja, en dit is nog dat eerste witte bloemenboom. Dit is een close-up daarvan. Is dat geen hoofdroos? Ja, het is geen vlier. Nee. Hoe zag de stam uit, de bast? Weet je nog? Als het, gaan we even terug. Dat is dit. Dat zijn een paar kleinere stammetjes die om elkaar heen zitten. Ja, het zijn bijna struik. Ja. Nou ja, dat is een mooie opdracht voor voor volgende keer. welke tree am I? Which tree? Ja. Mooi. Wat ik wilde jullie als laatst delen. Deze. En waarom ik dit... Ik heb deze kaart gemaakt van een foto van vorig jaar. Hier in mijn achtertuin heb ik heel veel varens. En ik vind varens ontzettend leuk. En hoe ze dat gaan uitrollen is echt magnifiek. Je kan het bijna zien gebeuren. Dus ik zit gewoon bij, waar ik zit, achter mijn bureau, kan ik inderdaad de varens zien. En vorig jaar gebeurde iets heel bijzonders. Lely van Dalen die gaat ook tegelijkertijd, ze gaan samen echt groeien en bloeien. En op een gegeven moment binnen... Een soort, ja, ik weet niet of een tros heet, hoe de varens heten, maar middenin groeit een lelie van Dalen. En het ging echt, de varen ging echt uitrollen. En die lelie van Dalen was gewoon daarin verwikkeld. En ik vond het zo'n mooi beeld van hoe de natuur
En voor mij was dit een hele mooie beltane. Het was net zo dat mannelijke, dat uitrollen. Maar die Leni van Dali, ja, de symboliek was natuurlijk, dat gaat ons niet voorbij natuurlijk. Maar dit vond ik ontzettend leuk. En ook een leuke manier om jullie inderdaad, Blessings at Beltane. Dus daar is ook de chant weer van Doreen Valiente. Dan zal je waarschijnlijk dit ook binnenkort op Facebook zien. Want ik ben natuurlijk ook bezig om voor Facebook mijn groetjes voor Beltane ook te laten zien. Dus dit wil ik jullie inderdaad de geschiedenis van deze foto. Ik vond het zo mooi verleden jaar. Het was echt zo. De kracht van die varen die groeide tussen die lelie van Dalen. En die ruiken ook zo mooi, hè? Hele town die vult gewoon met die geur van die lelie van Dalen. Dat is echt fantastisch. Goed, nou, we komen inderdaad aan het einde weer van onze programma. Nou. Ja, het is een gedicht van John Skelton. En ik wilde eigenlijk wat anders doen. En doordat ik vannacht wakker werd van dat ik een ander gedicht daarvan moest doen. Dus bij je deze. Mary Margaret, a summer flower, gentle as a falcon. Or hawk of the tower, with solace and gladness, much mirth and no madness, all good and no badness, so joyously, so maidenly, so manly, heard the meaning in everything far, far passing, that I can indite or suffice to write, of Mary Margaret as summer flower, gentle as falcon or hawk of the tower, as patient and still and as full of goodwill, as fair as Isafil, coriander, sweet pomander, good Cassander, steadfast of thought, well made, well wrought, far may be sought, ere that ye can find so courteous, so kind as Mary Margaret, this midsummer flower, gentle as falcon or hawk of the tower. Dat was hem. En hoe heet het alweer? Wat zeg je? Wat was de titel alweer? To Mistress Margaret. From John Skelton or Robin Skelton? John Skelton. Ja, ja. Want ik kom maar laatst achter dat Robin Skelton heeft ook heel veel gedichten geschreven en boeken. Dus het is ook toevallig dat jij komt met een John Skelton. Bedankt voor de link in ieder geval. Ja, graag. Daan, weet je, ik heb hier... ik haal veel inspiratie, ook nog wel zelf van rituelen uit het Sapphire Book of English Verse. Mm-hmm. En soms pas ik ze aan voor rituelen. Er staan hele leuke gedichten in. Mooi, mooi. Nou, ik vond het weer een prachtige middag met verhalen en inderdaad, Jitske, ik ben ontzettend blij dat je inderdaad zoveel tijd hebt inderdaad in je presentatie. Dat gaan we zeker nog een keer gebruiken. Dus heel erg leuk ook voor de, altijd de graafwerken. Finding all these different poems and different, van verschillende delen ook van Nederland en België. Het is echt heel mooi taalgebied, hè? Goed, morgen hebben we ook een vergadering bij elkaar, maar ik ga nu deze afsluiten met een wens aan jullie voor een hele fijne Beltane natuurlijk.
En we zien elkaar hopelijk weer online een keertje over een maand of wel een week of 6 of zo. En langzamerhand komen we bij Summer Solstice. We gaan ook Summer Solstice sharing the Summer Solstice fire. Maar ook met Pagan Federation, dat wordt een deel voor hun 50-jarige bestaan. Dus we hebben eigenlijk twee Summer Solstice meetings. We hebben gewoon voor PFI Netherlands. En dan hebben we ook voor Pagan Federation PFI breed. En daar hoop ik inderdaad mensen uit, uit Rusland. En dat doet me ook eventjes denken aan onze Earth Day Celebrating the Earth. Dat was echt een hele mooie online gathering. En die is ook op YouTube wel te zien. Ik ga met Jochem een keertje dat ze ook op de PFI-channel omzetten. Ik weet niet hoe dat kwam, maar ik heb het op de livestream, die is op mijn eigen persoonlijke channel terechtgekomen. Maar dat gaan we ook een keertje met jullie ook delen. Maar je kan het al zien op mijn channel. En het was echt een hele mooie online gathering, Celebrating the Earth. En het idee dus voor dingen samen delen, verhalen, begint steeds meer aandacht te krijgen. En dat vind ik echt een leuk idee, dat je zoveel dingen vanuit je eigen cultuur, maar dus je hoort al van andere mensen ook. Dus ik vind deze concept ontzettend leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En worden een beetje aangemoedigd om eigen verhalen en eigen cultuur en eigen taal ook inderdaad verder te zoeken. En vanuit verschillende delen van Nederland. Dus met dank aan jullie voor deze hele fijne middag. En ik ga nu inderdaad sluiten. Maar zoals we altijd zeggen, blessed be, merry meet, merry part, and merry meet again. Merry meet again.